In de warmte, dus zeker in Indonesië, zal een schaap er geen bezwaar tegen hebben dat zijn jasje wordt uitgetrokken. De zo verkregen wol wordt gezuiverd voordat ze gesponnen wordt. Hoeveel eeuwen zijn er niet over hoeveel landen gegaan die hetzelfde beeld te zien gaven als dit? De draad wordt vervolgens tot strengen gedraaid en hier wordt deze wol gebruikt bij de verveiliging van tapijten. Op een raam van katoen wordt door vakmensen eerst het patroon getekend. Met een handspoel brengt men de wol aan op een wijze die aan het bekende knopen van Smyrna-tapijten doet denken. Nog een andere methode wordt toegepast, een eeuwenoude werkwijze die ook in China nu nog wordt gevolgd, het knopen met de hand. En nu maar wachten tot het schaap weer een jasje af te danken heeft.